Ik ben er ook, dus en ik weet niet of Trudy nog wat gaat doen. Trudy ook, kijk, dat bedoel ik. Willem ook, dus we maken gewoon een beetje de bende vanavond van. Wat zeg je dan? Ja, ook mag ook, talen. We hebben dadelijk nog tijd zat. Hé mensen, dit café staat hier aan de haak. Ik neem even die andere microfoon. Mag ik iets zeggen? Zo. Dit café staat hier aan die haven. Dus daar doe ik maar een afnummertje van. Van meneer van de Smurven. Dus gooit in, alleen als hij in een moderne jasje. Komt ie! De straten, de pleinen, de gouden zon zakt in de stad. De mensen die moe in hun huizen verdwijnen, ze hebben de dag weer gehad. De neonreclame die knikkelt daar samen, het mondwegen zachtjes op straat. De stad lijkt gestorven, toch niet, daarmee zing uit een deur. De keus is wat open, toch ligt er geen lopen. De voetbalclub hangt aan de muur. De trekkers die maakt meer lawaai dan je jubelt. En weet je, wat is er niet duur? De mens is maar een mens, voor een onvrij is daar wat. Geen mondje, geen madam, maar wc. Het glas is gespoeld in het helderste water. Ja, het is maar een heel goed café. Ja, nou Tonia. Wat krijg je hier dan te eten? Zo'n één klein dingetje, weet je wel, een verhaal? Weet je nou niet? Een beetje? Het enigste wat je aan eten kunt krijgen, dat is daar een hakje konijn. De mensen die zijn daar gelukkig. Ja, de mensen die zijn daar nog blij. De volgende die doet eigenlijk normaal altijd met Dylan, maar die is om huis. Met Dylan, dat is de kleine van Marco en van Sharon. Maar hij is om huis. Dus nou moet ik hem alleen doen. Ja. Gooi je maar. Ja, gooi je.